knowledge comes great responsibility. 52 Topics by Kevin Couvreur. Hallo en welkom voor weer al een nieuwe aflevering van 52 Topics. Ja, vandaag heb ik terug een fijne expert in onze studio, of toch een ervaringsdeskundige, hoe je het ook mag gaan noemen. Ja, ik heb iemand van Adobe in de studio. Ja, een pakket of een naam die velen onder jullie waarschijnlijk wel kennen, maar de bedoeling zou zijn dat we vandaag daar eens wat dieper op ingaan en vooral ook een keer gaan horen van, is Adobe natuurlijk meer dan PDF en Photoshop? Vandaag in de studio Bart van de Wielen, welkom. Dag Kevin, hallo. Ja, hey. Fijn te mogen ontvangen. Zo kunnen we beginnen met even voor te stellen, wie is Bart van de Wielen en wat doe jij eigenlijk bij Adobe? Ik zit nu bijna 9 jaar bij Adobe momenteel. Voorheen werkte ik als vormgever en trainer, dat ik echt puur in dat grafische luik. Ja. En vandaag manage ik een team van 7 consultants. We zijn actief in Europa en ze specialiseren zich eigenlijk in 1 of meerdere oplossingen van Adobe. En ja, zo gaan we eigenlijk als een soort pre-sales activiteit bij klanten langs. Ja, top. Klinkt mij als een hele fijne uitdaging om vooral met heel veel creatieve mensen ook altijd in gesprek te gaan. Ja. En waarschijnlijk heel veel leuke dingen kunnen zien wat er gebeurt natuurlijk met jullie producten. Ja, hè. Absoluut. Ja, ik zei het ook een beetje in de intro. Photoshop, PDF. Hè. Misschien zit daar nog iets anders in. Hè. Ik heb ook mijzelf een beetje voorbereid. Ik heb gezien dat Adobe ja, 3 als het ware segmenten of onderdelen binnen zijn productportfolio of dienstenportfolio eigenlijk gaan aanbieden. Laten we binnen bij het creatieve luik. Dat is inderdaad waarschijnlijk meer dan Photoshop, denk ik. Hè? Ja, ja, absoluut. Ja, het is een cliché. Het is, Adobe is Photoshop en PDF, ja, om het zo te zeggen. Maar langs de andere kant wil ik eigenlijk ook wel duidelijk zeggen dat de mensen die ook niet per se grafisch geschoold zijn, ja, kennen Photoshop en ze kennen PDF. Dus ja, dat is eigenlijk iets wat alomtegenwoordig is. Hè? Ook, standaard. Het is al, Photoshop is een beetje een weggehoord geworden voor veel, ja, mensen ook. Ik denk dat Adobe, als je kijkt binnen het Creative Cloud gebeuren, dat is eigenlijk een hele suite van producten, ja, levert eigenlijk programma's en diensten die je eigenlijk toelaat om vlak van fotografie, illustratie, digitale vormgeving, animatie, audiobewerking zelfs, ja, eigenlijk daarin ja, werk kunt gaan leveren en creatief kunt gaan zijn en marketing en ander materiaal kunt gaan beginnen maken. Ja. Dat is een beetje een notendop. Ja. Hele mooie notendop trouwens. Ja. Ik denk dat we erin zouden kunnen slagen om eindeloos te praten erover. Vermoedelijk wel, ja. Vermoedelijk wel. Ja. Oké, de suite is uitgebreid. Inderdaad, we hebben Photoshop, Illustrator, InDesign en dergelijke meer. Hè. Ik denk ook Premiere kennen we ook, of sommigen zouden dat toch moeten kennen, ja, hè, in het kader van video-editing. Ik weet ook, After Effects bestond ook, hè, zo die eerste om inderdaad ja, inline graphics te gaan maken voor video. Ja, je sprak daarover 3D, je sprak daarover ja, ook een stukje audiobewerking, hè, wel ja, bij podcasten. Ja, heeft Adobe daar ook al zaken voor? Sowieso, op vlak van 3D. Enkele jaren geleden heeft Adobe een bedrijf overgenomen. Adobe neemt eigenlijk 2-3 bedrijven, of heel kleine bedrijfjes, gemiddeld ja, per jaar over. Dat is niet altijd zo even breed in de media, maar zo haalt hij in feite heel veel technologie binnen. Ja. Een paar jaar geleden was dat Substance. Het product heette Substance. Het bedrijf heette Algorithmic. Was een Frans bedrijf trouwens. En die waren eigenlijk de standaard voor het maken van 3D-texturen, maar echt ja, hyperrealistisch. Voor bijvoorbeeld ja, voor de Marvel films of games of architectuur of auto's. Of ja. Alles waar 3D een heel grote voetafdruk eigenlijk heeft, al die sectoren, was eigenlijk Substance de de facto standaard. Mm-hmm. Dus sindsdien is Adobe heel veel bezig met 3D. En als je uiteindelijk ook kijkt naar audiobewerking, omdat we zitten met een podcast bezig tenslotte. Ja. Er was bijvoorbeeld 2 jaar geleden was er een product, een bijtal product dat op de markt gekomen was als een webservice. Dat heette Adobe Podcast. Ja. En die technologie is eigenlijk ontmanteld in de tussentijd. Hij zit eigenlijk nu in Premiere Pro. Okay. Waarbij je in feite als een soort one-click solution audio kunt gaan. Ja, gaan een beetje gaan opkuisen, gaan optimaliseren. Ja. Alsof het eigenlijk lijkt alsof je echt in een professionele studio dingen zou hebben opgenomen. Het is uiteraard fantastisch, maar ik denk voor iedereen die gewoon thuis misschien wat opnames ja, doet, was eigenlijk gewoon 1 knopje en de audio klinkt echt fantastisch. Ja, dus ja, eigenlijk ja, waar het in zit. Ik weet dat we daar een tijdje terug ook geëxperimenteerd mee hebben om te zien van, ja, maakt het zich zijn naam ook wel waar? En ik moet wel zeggen, de eerste bevindingen toen, hè, want het was vrij nieuw. Hè, het ja, werd toen ook gelanceerd als echt wel dat product. Ja, we waren toch wel vrij verbaasd en onder indruk van hoe dat soms matige kwaliteit toch ook wel professioneel kwam klinken. Want ik moet ook toegeven, we hadden niet altijd de luxe van waar we nu staan met echt professionele microfoons ja, en nabewerking en dergelijke meer. Dus wij zijn ook wel gegroeid in dat verhaal. En technologie heeft daar ons ook wel in ondersteund. Ja, als we nu gaan kijken, ja, vroeger, ik kocht
Adobe Photoshop, hè, met een boek, meestal een boek en een cd erin. Ja. Hè. Ik heb nog zelfs Dreamweaver liggen. Ik weet niet of dat zelfs van jullie was, of dat ooit van jullie is. Het lijkt er toch op. Nu wel, want, ja. Nu wel, ja, ja. Dus er zijn ook acquisities gebeurd, uiteraard, waarschijnlijk. Ja, hè, ja. Want je sprak ook over Flash en dergelijke meer. Ja, het zijn allemaal zaken die niet meer leven waarschijnlijk als technologie. Flash wel. Flash is omgedoopt tot Animate. Ah, oké. Okay. Ja, maar Flash is leeft heel hard. Ah, maar okay. Flash, het klassieke Flash-formaat is nu HTML5. Ja, ja, er is een evolutie in geweest, maar het product bestaat nog zeker en vast. Dreamweaver ook nog altijd, ook onder die naam. Ja. Maar het is wel duidelijk, denk ik, het laatste 6-7 jaar dat Adobe toch wel gekozen heeft om meer weg te sturen van het klassieke webvormgevingsgebied, om het zo te zeggen. Dus vandaar dat eigenlijk vandaag, ik zei het, Animate wordt vaak ook gebruikt, vaak voor games, mobile gaming, om games mee te gaan animeren en te gaan bouwen enzovoort. Ja. Als we kijken naar strategie, we gaan het nog niet hebben over het tweeletterwoord, laat dat duidelijk zijn. hoe onderscheidt Adobe zich dan van de, als ik het ook mag zeggen, toch wel sterke concurrentie op deelgebieden, hè, deelaspecten waar dat Adobe op bezig is. Waarom zouden we voor Adobe moeten kiezen eigenlijk als cloud-product, als platformproduct eigenlijk, om creatieve zaken te gaan ontwikkelen. Ja. Wat maakt Adobe dan eigenlijk juist zo die goede keuze? Als je die vraag puur benadert van een creatief standpunt, dan zou ik zeggen het ecosysteem. Ja. Dus je zegt zelf, Photoshop, je hebt Photoshop liggen, er zit een boek bij, wat ook trouwens heel veel benadrukt hoe traag de evolutie was in software toen, want het was ook de moeite om een boek te printen en het relevant te hebben binnen de 6 maanden nadien. Het is gewoon het feit dat Adobe naar een subscription model is overgeschakeld 10 jaar geleden. Een hele suite aanbiedt. Je kan het er enkel Photoshop pakken als je wil, maar een hele suite aanbiedt. En daar eigenlijk een ecosysteem heeft opgebouwd. Ja. Waarbij je makkelijk van Photoshop kunt gaan naar Illustrator, naar InDesign, naar Premiere Pro. Als op een dag de klant of je baas of iemand zegt van hey, kunnen we een aanpassing maken in een graphic of iets anders, dan maak je 1 update en dat voert eigenlijk die updates toe en de rest van het ecosysteem. Het zij over projecten, het zij over verschillende soorten apps heen, of het zij misschien zelfs tussen teams als je meer online gaat samenwerken en zo. Ja, dus het is het ecosysteem, denk ik, dat het toch wel wat doet voor de meeste mensen. Het maakt het ook wel krachtig. Hè? Ik denk dat daarom doorgedreven integratie ook meer en meer belangrijk wordt, omdat tijd wordt ook wel heel cruciaal. Hè? We hebben ook niet meer die lead times van we kunnen wel 2 weken wachten. Onze graficus is wel bezig en dan komt dat wel door. Ja. Die tijd zijn gepasseerd. Ja, ja. Want we zien het ook in het Microsoft-ecosysteem. Alles draait rond collaboration. Ik denk dat ook collaboration binnen Adobe ook een heel belangrijke is. Hè? Want we hebben een nieuwe versie van iets gecreëerd. Ja, er moet feedback gegeven worden, wat aanpassingen, wat bijsturen. Als we dat in een platform kunnen doen of in een ecosysteem, wordt dat natuurlijk ook wel makkelijk. Ja, jullie zetten daar ook heel hard op in. Ja, ik denk dat de belangrijkste stap die Adobe daarin gemaakt heeft, is denk ik van 2 jaar geleden. Dus dat was een online video collaboration platform, het heette Frame.io. Ja. Dat is een platform dat Adobe ook overgenomen heeft nu. En dat is nu eigenlijk de basis waar heel veel collaboration doorgevoed wordt. En op zich, Adobe heeft zijn eigen systemen om samen te werken, maar ik denk als je dat combineert met nieuwe technologieën die er wel vaak bij komen bij Adobe, en dat nog een keer in combinatie met, zeker als je weggaat van creativiteit met pak nu Microsoft als andere spelers voor andere soorten documenten en PDF en zo, dan zie je toch wel een heel breed ecosysteem, want als je ziet, voor iedereen is het veranderd, hè? Zeker sinds COVID. Mensen werken in een hybride model of ze werken thuis vanaf nu. Dus, en de werkgever verwacht tenslotte dat je minstens even productief bent alsof je gewoon puur hier op je kantoor, op je bureau gaat beginnen zitten. Dus inboeten op productiviteit was nooit een optie voor geen enkel bedrijf, denk ik. Ja, dat klopt. En het cloud-verhaal natuurlijk draagt ook weer bij, want grafische documenten, InDesign files, Illustrator files, Photoshop files, zijn ook niet altijd de kleinste bestanden. Nee. Hè? Dus ook om daarop samen te werken, heb je ook wel een platform nodig die dat kan accelereren en ook kan versnellen natuurlijk. Hè? Ja, sowieso. In iedere podcast bijna komt het tweeletterwoord naar boven. Ik ga het ook maar gaan zeggen. Wat doet Adobe met AI? Heel veel. Ja, heel waarschijnlijk. Veel. Ja. Dat is het korte antwoord. AI zit zeker de laatste 10 jaar heel diep geworteld in de meeste Adobe-oplossingen, maar men heeft niet altijd door dat AI gebruikt wordt. Dus dat is een beetje de out-of-the-box AI. Ik ga een Photoshop bijvoorbeeld pakken, je maakt een selectietje, iets dat moet verdwijnen, je drukt op knop en AI gaat
magisch. Op tronen herkennen in de afbeelding en dan dat gaan opvullen dat het item verdwenen is. Dat moet is het wel, makkelijke. Ja, ik moet wel zeggen, als je dan kijkt zo naar bepaalde tools, hè, de magic wand, hè, zo AI werd altijd zo'n beetje als magie getoond. Hè. Ja, sowieso. Dat is wel leuk, hè. De allusie sowieso. Maken daarop ja. vind ik wel tof. De evolutie daarin zit eigenlijk nu dat we van een soort klassieke AI naar generative AI gegaan ja. zijn. En dat is denk ik wel het sleutelwoord, generative AI. Wat eigenlijk wil zeggen dat het op basis van een extern algoritme ja. nieuwe content kan bijmaken. Die ja. niet per se reeds aanwezig was in het bronmateriaal. Ja, okay. En dat is denk ik wel het hele mooie. En als je dan vraagt, wat doet Adobe daarbij? Als je kijkt naar mogelijkheden van text-to-image, aan de hand van een prompt een beeld genereren, dat is één mogelijkheid. Maar dat gaat verder. Dat gaat eventueel naar bijvoorbeeld iets wat we noemen text-based video editing, waar ja. je dus niet meer manueel selecties maakt in video, maar puur een transcript krijgt van de audio en je gaat de audio copy-pasten en verhuizen en doen alsof je eigenlijk wel een tekstverwerker ja. bezig bent. En dan gaat de videoclipjes vanzelf wel volgen. Dus dat soort zaken. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt op vlak van marketingoplossingen, misschien eventueel het herschrijven van kopie, van ja. een kopietekstje bijvoorbeeld, die ja. beter past bij een bepaalde doelgroep. Of, ja. Of patronen in iemand zijn online shoppinggedrag detecteren. Dus ja. daar zit eigenlijk heel veel in verweven. Binnen de creative Sweet, Creative Cloud. Creative Cloud. Dus AI, klopt dat? Dat is onder de noemer Firefly. Zit dat ja, daar zo'n ja. stukje in? Dat is ja. eigenlijk die generative AI. AI. Ja. Die eigenlijk binnen alle, moet ik gaan zeggen, oplossingen of workloads binnen die Creative Cloud eigenlijk kan aangesproken worden om ja. zaken te gaan doen. Hè? Ja, ja. Dus Firefly is geen product wat je koopt. Firefly ja. is, goh ja, het kind moest de naam aan bedenken. Het is een soort familie ja. van generative AI algoritmes ja. die eigenlijk okay. bepaalde oplossingen gaan voeden. Het zijn de klassieke text-to-image, wat je misschien zult kennen, ook onder DALL-E of Midjourney. Ja. Dus dat soort zaken bijvoorbeeld. Maar dat kan evengoed andere processen aansturen. Bijvoorbeeld in Express bijvoorbeeld kan je een beschrijving maken van wat voor het ontwerp je wilt hebben. Bijvoorbeeld, ik moet een flyer hebben voor een feestje. Pak nu dat hier doorgaat in Waregem bijvoorbeeld ja, ja. op 16 mei. En dan gaat hij een flyer maken met de tekst op en al zo. Ja. Dus het voedt eigenlijk heel veel verschillende processen. Maar het ja. komt allemaal van die ene bron ja. die ze Firefly gedoopt eigenlijk de technologie hebben. Op zich, of de noemer van de technologie. Voilà, dat is het, ja. 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 We gaan natuurlijk geen doorgedreven discussie voeren over rechten en auteursrechten en dingen. Ik denk dat Adobe daar ook natuurlijk wel bewust mee bezig is. Hè, van hoe gaan we daarmee om? Wat is de basis? Hè? Jullie hebben ook Adobe Stock beelden ja, die gecureerd klopt. Worden, die ook gemanaged worden door Adobe. Ja, jullie gebruiken dan dat als basis voor eigenlijk de generative AI-functionaliteiten en ja. eventueel content van klanten of dergelijke? Standaard traint Adobe nooit op content van klanten, want ja. effectief als je zegt, je spreekt over generative AI en je generative AI is maar zo krachtig als ja. de databank waarop het getraind geweest is. Een verschil dat Adobe specifiek gemaakt heeft, vandaar dat we ook relatief laat daarmee uitgekomen zijn, ja. is omdat men eigenlijk wil maken dat wat er ook gemaakt wordt met Firefly commercieel veilig is. Ja. Want het ding is dat als je kijkt naar hoe het getraind is, dus je hebt even die stock databank, pakt ruwweg 400 miljoen beelden of zo, ja. Die worden ook actief gecreëerd. Dus daar ga je geen beelden vinden van Star Wars of Ferrari, of, dus die ja. merken gaan er allemaal niet op staan bijvoorbeeld. Dat in combinatie met beelden die zogezegd aangeduid zijn als open space beelden, die in de public space beschikbaar ja. zijn, geen copyright. En ook beelden waarvan de copyright verlopen is. Dus op basis van die drie elementen is Firefly eigenlijk getraind okay. om het einddoel te dienen. En dat is als je daar iets mee maakt, dat het commercieel veilig is. Dus een er foto wordt van, weinig discussie gecreëerd. Voilà, sowieso. Ja. Terwijl dat er veel andere aanbieders zijn die, ik denk technologisch, echt fantastische dingen doen, maar echt rond het fantastisch qua kwaliteit. Maar dat je nooit echt zeker bent van wat waren de bronnen hiervan. En die worden ja. ook heel zelden vrijgegeven waarop ja. het uiteindelijk getraind is. Wat het risico voor veel bedrijven eigenlijk vergroot, dat er iets in het beeld gaat zitten. Ja. Een outfit, een product, een uurwerk, een perspectief, een plaats, een persoon, een merk, wat eventueel gecopyright zou ja, geweest ja. zijn door iemand. Ja, ik denk dus voor de creatievelingen onder ons, natuurlijk is er redelijk wat mogelijk in de Creative Cloud ja. van Adobe. Als we gaan kijken, hè, we hadden een stukje die drie pijlers die ik zei in de intro. Hè, we hebben ja, het PDF e-sign, wat ik dan zie, echt wel als business solutions. Hè, ja, en dan, echt wel. Hè, ik denk dat we daar dan ook nog eens moeten dieper op ingaan. Misschien moeten we dat in een volgende podcast doen. Wie weet, dat is er wel een idee. Dus daar zitten we echt wel met die business-tak. Er was nog één tak ook die mij een stukje intrigeerde, waar dat ik eigenlijk persoonlijk nog nooit zoveel van had gehoord, was eigenlijk de
ja, marketing cloud of zo, of hoe moet ik dat noemen? Ja, of experience die cloud, ja, ja, ja. En wat doet dat ding eigenlijk juist? Ik denk, ik ben misschien een beetje... Ik denk dat experience cloud de minst bekende is voor, ja, voor het grote Wordt dat gebruikt blik. In België trouwens? Gigantisch veel, ja. Ja? Ja. Heel veel, ik ga geen klantennaam noemen, want de meeste grote spelers in ja, België die gaan maken gebruik van die suite eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk is het een bundel van... producten voor de digitale marketer. Dus dat heeft eigenlijk te maken met onder andere campagneoptimalisatie via pak nu Adobe Campaign. Dus ja, specifieke e-mailcampagnes richten aan bepaalde doelgroepen op basis van hun kopgedrag, surfgedrag online bijvoorbeeld. Dat gaat over AB-testing voor banners, dat gaat over een asset management systeem. Dat gaat over het bijhouden van analytics, van surfgedrag, shoppinggedrag bijvoorbeeld online van klanten. Ja. En daar even de real-time informatie van krijgen. En op basis daarvan weer andere processen automatisch te doen starten. Om campagnes bij te sturen bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk een hele suite aan producten. Die eigenlijk in combinatie gebruikt worden met het cloud-platform. Ja. En dat is een beetje wat vaak een beetje wordt gepitcht. Hè, online ook. Dat is dat zowel het content-creatiestuk als het meten en het inzetten van de marketing zelf. Dat eigenlijk de luiken zijn die beide door Adobe opgepikt worden, waar eigenlijk heel veel van de kracht in zit van dus het ecosysteem. Dus eigenlijk het meten, het resultaat, het rendement gaan meten van het creatieve, maar ook inderdaad ook het publishen en het online zetten en het automatiseren daarvan. Automatiseren daar ook sowieso. Ik ga een voorbeeldje geven. Dus bijvoorbeeld, Adobe verkoopt heel veel softwareabonnementen online ook, via de eigen shop en via banners en zaken. Ja. Dus wij beleven, pak nu Black Friday, even hard als een of een andere retail. Ja, dus wij maken zelf ook content voor Black Friday, kortingen op GF Cloud en al die andere zaken. Dus wij hebben bijvoorbeeld voor onze eigen Black Friday campagne, wij hebben rond de 50.000 assets gemaakt, puur om Black Friday te gaan promoten. Dus dat gaat over allerlei formaten, de banners, de e-mailcampagnes in 60, 70 verschillende talen. Voilà. Ja. En daar zit je met die schalen. Ik moet bijvoorbeeld geen banner maken van Photoshop, voor iemand die al Photoshop heeft, dan ga ik andere dingen gaan aanprijzen. Dus het maken van zo'n klantprofiel en het optimaliseren daarvan en ook in bulk creëren van zoveel assets, dat zit eigenlijk in een heel deels geautomatiseerd systeem, ook deels gevoed door die generative AI terug. Ja. En zo gebruiken we eigenlijk onze eigen producten ook om ons eigen business te doen runnen. En dat is het interessante, want wij komen zelf dingen tegen die zeer goed gaan of soms minder goed gaan. En dan weten wij perfect wat we moeten doen om dat ook voor klanten te gaan doen. Vanuit het principe van eat your own dog food waarschijnlijk. In dat principe wel, ja. Zowel we leren ook uit onze eigen fouten en we kunnen ook onze eigen meest kritische klant zijn. Dus Ja, absoluut. Dus uiteindelijk, als ik het zie, Experience Cloud, Creative Cloud zijn eigenlijk ook een familie. Hè. Dus als we daar verder in willen gaan bouwen, kunnen we... Er is een overlap, zeggen. Ja. En dan uiteindelijk nog het businessluik, of businessluik, ik noem dat misschien een beetje een iets saaiere luik, misschien het PDF en e-sign verhaal. Ja. Maar eigenlijk zien we daar heel veel complementaire zaken die overkoepelen gaan. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb het gevoel dat ons gesprek heel ver zou kunnen gaan, Bart. Ik denk heel boeiend, heel interessant. Ik zou je alvast al willen bedanken voor een stukje de heldere uitleg van wie Adobe is, wat jullie vandaag de dag doen en waarschijnlijk ook nog veel meer gaan doen naar de toekomst toe. Zijn er zaken die ik ben vergeten, Bart? Ik denk het niet. Bedankt dat ik erbij mocht zijn voor deze aflevering. Ja, ik vond het plezant. Het is met plezier. Ik hoop je heel snel terug te zien. Ja. Misschien zien we elkaar nog in een volgende podcast of aflevering. Tot de volgende. Ik zou zeggen, iedereen... volg ons zeker verder online op alle kanalen. 52 Topics is er natuurlijk voor jullie. We informeren en proberen natuurlijk jullie slimmer te maken. Vergeet onze hashtag rode telefoon niet. Laat een berichtje na. Heb je zelf bepaalde topics die je graag aan bod zou willen komen of laten komen? Laat zeker na. Ik zou zeggen, tot de volgende 52 Topics.